Het was anderhalve week geleden ontzettend schrikken voor Aaron Bade. Hij ontdekte op de première van een of andere film dat Gordon woest op hem is. Dus niet gewoon een beetje boos, maar echt woest. De reden? Aaron heeft Goor, labiel, genoemd. Nou, dit scoort een mager zesje van alle kwalificaties die door de jaren heen zijn toegepast op Goor. Die Aaron heeft dus helemaal niet zoveel fout gedaan, maar hij was blijkbaar op het verkeerde moment op de verkeerde plek. In de nabijheid van Gordes. Nooit, nooit meer met mij praten, beet hij de verslaggever toe. En dat is natuurlijk Goor's goed recht, al mist hij daardoor wel de publiciteit van Boulevard als hij zijn 34e muzikale comeback maakt. Hoe dan ook, het is Goor Menes en hij heeft Aaron al geblokkeerd op Instagram. En zo'n blokkade betekent dus geen business class selfies meer voor Aaron. En hij kan ook niet meer volgen of Gordon zich weer eens hervonden heeft in het Emiraat. Of is er toch weer sprake van een nieuwe ontwikkeling? Gordon is momenteel in het nieuws omdat hij momenteel een kinderwens heeft. Ja, dat is een wens van hem nog steeds. Nou, daar verbaas ik me ook wel een beetje over. Ja, nou ja, wat wil Gordon allemaal niet, hè? Reageert Erin in de nieuwste Boulevard podcast. Luke Kink neemt het met een flinke korrel zout. Het zijn weer een paar nieuwe quotes van Gordon. Dat gooien we op het stapeltje. Zelf heeft Erin het niet kunnen verifiëren bij de voor hem onbereikbare diva. We zullen het ook niet zelf weten, want we hebben nog steeds geen contact met Gordon. Luc daarop, nee, dat is jammer, hè? Ben je nog steeds geblokkeerd? Aaron, ja, nog steeds geblokkeerd. Volgens mij wel nog. Aaron lijkt overigens niet voor te sorteren op Goors vaderschap. Je weet het nooit met Gordon, hè? Het is nu dat hij dan misschien niet hunkert naar de liefde en dat kan morgen weer totaal anders zijn. Rob, we wachten op het volgende interview. Aaron, ja, ik zou het nog even afwachten. Eén ding is zeker: Gordon's nieuwe soapserie heeft geen script nodig.